Welkom bij Voor de Ommekeer, gesprekken over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik de gast Tom Rekman. Hij is oprichter en eigenaar van bijlesbureau Pallas Athena. Tom, welkom. Leuk dat je er bent. Bedankt. De meeste mensen die kijken zullen jou waarschijnlijk niet kennen. Kun je even kort vertellen wat Pallas Athena precies doet en wat het is? Ja, dat is goed. Het is ongeveer 6,5 jaar geleden opgericht en bij het hoofdbedrijf daarvan is Athena Studies. Mm. En wij organiseren tentamentrainingen voor studenten. Mm. Het is ongeveer in groepjes wordt dat gegeven en het zijn cursussen van ongeveer 10 uur, waarin we studenten voorbereiden op het halen van een tentamen. Mm-hmm. En wanneer zijn jullie opgericht? Wanneer ben je begonnen ermee? Juni 2012. Ah ja. Dus dat was al vanaf mijn studentenkamer. Dat was al een tijdje geleden. Ja. En inmiddels zijn jullie een stuk groter geworden? Ja. Ja. Kijk, toen het begon, toen was het natuurlijk... toen was het ikzelf die de bijlessen zelf gaf voor bedrijfskunde. Vond ik gewoon leuk om te doen. Dat was gewoon mijn hobby. En inmiddels zijn we actief op 121 studies in Nederland. Mm. En 4 in Duitsland. Oh, kijk staan. Zeer goed. Dan laten we eens teruggaan naar het beginmoment nog eventjes. Waarom ben je eigenlijk uiteindelijk studies begonnen? Waarom vond je het zo leuk? Nou, ik vond eigenlijk gewoon het bijlesgeven zelf vond ik gewoon leuk. Dus toen ik al nog jonger was dan toen ik begon met studeren, toen had ik advertenties staan op Marktplaats waarin ik dan zei dat ik mezelf aanbood voor bijvoorbeeld economie of MNO of wiskunde. Dat vond ik gewoon leuk om te doen. Ja, dan moest toen nog op Marktplaats natuurlijk. Want het was nog dat moest toen op Marktplaats ja, en dat werkte toen heel goed. Ja. Iedereen keek daar toen nog op. Oké. Okay, ja. Dus maar ik vond het gewoon leuk om te doen. Het was voor mij altijd dat als ik een vak begon met volgen, dan had ik hetzelfde denken als heel veel anderen. Dat je dan denkt van allemaal nieuwe dingen. Dat lijkt allemaal heel eng, lijkt het heel moeilijk. En als je dan een vak hebt gehaald, of je nou in groep 2 zit, of het tweede jaar van je universiteit, en je kijkt terug op een vak dat je hebt gehaald, vaak denk je dan, oh, zo zat het. Mm-hmm. Nou, en dat stuk, dat vind ik gewoon leuk, om dat proberen zo ver mogelijk naar voren te halen, dat kinderen of studenten dat eerder hebben. Echt het overbrengen van die kennis zelf. Ja. Dat vond je leuk. Ja. Heb je zelf ook wel eens een bijlesje gedaan, terwijl je studeerde? Zeker weten. Wat heb je eigenlijk gestudeerd? Bedrijfskunde. Bedrijfskunde. Ja, bedrijfskunde. Je hebt zelf ook wel eens een bijles bij iemand anders genomen. Ja, zeker weten. Ja. Want voor mij, kijk, weet je, als je zelf studeert, voor heel veel studenten is het, ze kunnen het wel zelf, maar als iemand anders het me gewoon even snel uitlegt waar de kern in bijvoorbeeld zit, dan leer ik het sowieso sneller dan als ik het zelf zou doen. Nou, hoe pak je dat dan aan? Wat leg jij studenten uit in zo'n korte tijd waar ze behoefte aan hebben? Nou, in het begin is het even vooral bedenken van wat gaan zij niet begrijpen in het begin. En vaak is het zo dat stel een vak bestaat uit 6 onderwerpen, dan wordt in colleges worden de 6 onderwerpen apart uitgelegd. En dan vaak is in het laatste college proberen een soort van recap te geven waarin alles samenkomt. Maar als je een student ietsje meer een soort van begripsvorming geeft van wat zijn ze nou eigenlijk aan het doen, dan krijg je dat student het over het algemeen sneller begrijpen. Dat klinkt nu een makkelijke uitleg en dat geldt soms. Voor wiskunde is dat natuurlijk een stukje moeilijker dan bijvoorbeeld economie. Maar voor mij gaat het toch echt wel om begripsvorming. Dus snap ze wel echt als ik wat uitleg. Dat is ook wel belangrijk wat je zegt ook. Het lijkt mij ook een aantal vakken waarbij dat meer voor de hand ligt dan bij andere vakken. Ja, dat klopt. Dus ja. De bijlessen lenen zich misschien ook meer voor de ene studierichting of voor bepaalde vakken. Misschien struikelvakken, statistiek, dat soort dingen. Het leent er anders voor. Dus ik ben ervan overtuigd dat ieder tentamen of ieder vak zou je een bijles voor kunnen geven. Mm. Omdat het principe gewoon is dat of wij het nou zijn of een ouderejaars medestudent legt jou gewoon even uit in een soort van kortere tijd hoe het zit. En bijvoorbeeld hoe je het tentamen kunt halen of hoe je het beter kunt begrijpen. En dat stukje dat kan natuurlijk bij ieder vak. Bij sommige begripsvormingsvakken is het natuurlijk wat makkelijker om aan begripsvorming te doen. Bij wiskunde kan je uitleggen wat je wilt, maar sommige dingen, dat moet je gewoon even zo doen. Ja, nou laten we daar zo nog wat meer op ingaan. Wat wilde je eigenlijk bereiken met Athena Studies toen je eenmaal een beetje door had? Nou, je zit echt wel iets in. Zo groot mogelijk worden. Dat was eigenlijk het begin wat ik wilde. Ja. Want kijk, ik deed natuurlijk de universiteit natuurlijk zelf. Ik begon daaraan en dat was weer zo'n typisch. Er kwam dan een vak accounting aan. En dat volgde ik toen. En toen dacht ik van, oh, dit zijn wel moeilijke regels en dat is wel lastig. En al de medestudenten om me heen vonden dat verschrikkelijk. Terwijl toen ik het tentamen had gedaan, toen dacht ik daarna van, oh, eigenlijk was het niet zo moeilijk. En toen dacht ik, ja, maar dit heb ik nu al een paar keer gehad. Ik had niet het idee dat het toen een soort van een Athena Studies, maar dan een andere vorm was. Die het op zo'n manier aanpakte zoals ik het wilde. Dus ik dacht, nou kijk hoe groot het was. Maar goed, kijk, ik zat op de VU, Vrije Universiteit hier in Amsterdam. Ik wist natuurlijk niet hoe dat in Groningen gebeurde. Maar er bleek gewoon nog niet zoiets te bestaan zoals wij het doen. Daar was het helemaal nog niet.
Nee, kijk, het idee van bijlesgeven is natuurlijk al duizenden jaren oud, bij wijze van spreken. Maar het gaat er toch echt wel om dat een docent echt getraind wordt van hoe geef je nou een les. En wij vinden het gewoon belangrijk dat als we iets uitleggen, dat we dan checken of een student het wel echt begrijpt. Dus het is natuurlijk heel makkelijk om in een groot hoorcollege met 300 mensen bijvoorbeeld te zeggen, zo te knikken. Of niks te zeggen, of in ieder geval te doen alsof je het begrijpt. Maar als je dan een andere vraag stelt naar die ene specifieke student, dan kom je er vaak achter dat het toch niet helemaal zo is opgenomen als jij misschien had gewild. En toen jij, denk ik, begon in je eentje, toen, dan moet je natuurlijk voor jezelf daar een bepaalde voeling voor hebben, dat je dat kan zien aan studenten of ze het wel of niet begrijpen. Maar dan word je groter. Dan heb je meerdere mensen nodig. Ga je leraren aannemen, ouderejaarsstudenten die dat andere studenten moeten uitleggen. Ja. Hoe zorg je dan voor dat je die kwaliteit kan waarborgen terwijl je groter wordt? Nou, toen ik begon, toen had ik een beetje een visie. Toen dacht ik, ga ik zelf de bijles geven, want vind ik leuk. En het ging ook gelijk heel erg goed. Want ja, ik gaf zelf alle vakken. Hè? Dus dan jezelf managen is natuurlijk semi het makkelijkste wat er is. Als je discipline hebt. Ja. Want je luistert, je kan vrij goed naar jezelf luisteren. Ja. En ik heb vanaf het moment A meteen gedacht van nou, ik ga het zo groot mogelijk proberen te maken. Hoe groot? Ja, ik kan nu wel iets roepen, maar dat slaat dan nergens op. Maar ik ga wel meteen erover nadenken van, oké, stel ik heb opeens 100 mensen in dienst of 100 bijlesdocenten. Een beetje de vraag die jij nu stelt eigenlijk. Hoe kan ik dan zorgen dat dat goed gaat? Ja, dat klinkt een beetje een simpel antwoord, maar dat heeft gewoon te maken met opleidingstrajecten. En erachter komen van, stel ik ben een docent en ik ga een vak geven en ik heb nog nooit bijles gegeven. Hoe pak ik dat dan aan? Dus ga ik gewoon een samenvatting schrijven en ik ga die samenvatting oplezen? Mm-hmm. Of ga ik wat oud- en tamenvragen af en ik ga alleen maar die bespreken? Of hoe doe je dat nou? Is het moeilijk om aan studenten te komen die bijles willen geven, oudejaarsstudenten? Of is er veel animo? Nee, er is heel veel animo. Zijn veel mensen die het willen doen? Ja, heel veel. Okay. Zeker in het begin, omdat ik het zelf zo erg met eens was dat het zo leuk was, dat je natuurlijk heel makkelijk mensen meekrijgt. Mm-hmm. Maar ik denk, en daar ben ik ook heilig van overtuigd, dat het een van de ideaalste bijbaantjes is als student om bijles te geven. Omdat vaak als je goede cijfers haalt, dan ben je toch best wel enthousiast over de materie. Vaak. En als je dus een bijbaan kan hebben wat dus gaat over je studie, is natuurlijk top. Plus verdient heel veel. Verdient heel veel? Ja, hoeveel verdient een docent bij jullie? Nou, er zit bij ons een rating systeem. Hoe goed een docent het doet. Maar als basisloon krijgt een docent bij ons 18 euro per uur. Ja. Wat natuurlijk gewoon voor een student al heel veel is. Dat is wel best hoog, ja. En nadat de cursus is afgelopen, wordt een evaluatieformulier ingevuld met 5 vragen. Mm. En als de gemiddelde evaluatie een 7,5 of hoger is, krijgt hij niet 18 euro per uur, maar 23 euro per uur. Dat is natuurlijk al helemaal veel. Ja, dat is veel. Er gaat veel geld in de studie in deze bedrijfstak om. Ook. Ja. Ja. Hoe kan dat? Nou ja, veel, dat is natuurlijk maar welke. Nou ja, steeds meer ook in ieder geval. Ja, steeds meer geld wordt uitgegeven aan bijlessen, aan extra buitenschoolse lessen en dergelijke. Ja, ik weet niet of het echt meer is dan ooit. Bij wel meer, omdat wij groeien. Maar ik weet niet of dat dan per se heel veel meer is dan hiervoor, maar ik denk het ook wel. Ja, ja. Dan heb je natuurlijk wel onlangs een investering gekregen van bijna 1 miljoen euro door een gerenommeerd investeringsbureau, Exafate. Ja. Dat is natuurlijk wel een behoorlijke mijlpaal. Hoe heeft dat jullie business veranderd? Wat kunnen jullie nu wat jullie ervoor niet konden doen? Sneller groeien. Dat is eigenlijk een heel simpel antwoord natuurlijk. Ja. Een beetje flauw. Maar het was eigenlijk tijd kopen. Dus zeg maar om uit te breiden. Kijk, binnen Nederland zitten we op vrijwel iedere studie al. Daar hoeven we niet meer uit te breiden naar andere studies. Niet dat het overal perfect gaat, hè, maar we zitten overal waar we willen zitten. Mm-hmm. Maar zeker bijvoorbeeld als je kijkt naar Duitsland. Die markt is zo'n 7 keer zo groot. En als we daar voet aan de grond wil krijgen en het test daar goed en het gaat goed, dat dan doorschalen, hè, dat is zo'n typisch leuk woordje, heb je op een gegeven moment wel natuurlijk geld nodig. En dat is meer het koop van tijd. Dus op het moment dat het ergens goed aanslaat, zeker in Duitsland, dan willen we gewoon snel door kunnen gaan. Mm. En het groeien daar hebben we gewoon wel geld voor nodig. Mm. Daarvoor heb ik ze ook benaderd. Ja, je hebt ze zelf benaderd daarmee. Ja. Ja, ze wisten natuurlijk van tevoren niet dat ik geld nodig had. Nee, zo te zeggen. Nee, maar goed, je bent niet via iemand op contact gekomen of wat dan ook. Nee. Is het echt, okay. Nee. Ja. Ja. Oké, interessant. Het is ook wel een redelijk teken van vertrouwen dat je geld ophaalt bij een investeringsbedrijf. Ja. In de zin van, zij zien er ook potentie in dat er nog wel waarschijnlijk dat er nog wel groei in zit in die markt zelf. Van jullie ontwikkeling in ieder geval. Ja, nee, het is ook wel fijn dat ook andere mensen ook
dezelfde geloof erin hebben als wij dat hebben. Ja, nou, niet zomaar natuurlijk mensen. Het zijn zeker. Jongens die er goed over nadenken. Ja, nee, dat is inderdaad, dat is altijd wel een zwaar traject. Het ophalen van investeringsgeld, zoals dat dan zo heet. Ja. Ik heb dat uitgezet bij vrij veel partijen. Dat is een vrij intensief traject. Ja, hoe was dat voor jou? Hoe gaat zoiets eigenlijk? Het is natuurlijk eigenlijk iets wat je, ja, dan hoor je bijna nooit, hoe gaat dat? Nee, en dat is dus ook altijd een beetje de situatie. Je moet dingen doen die je sowieso nog niet eerder hebt gedaan. Mm. Maar het is niet echt handig als je fout maakt. Dus je zit altijd je beveegt je altijd in territorium waar je nog nooit in hebt begeven. En dan moet je toch wel comfortabel voelen. Maar goed, het ging toch eigenlijk wel vlekkeloos. Maar hoe gaat dat? Kijk, je maakt eerst gewoon een pitch, waarin in een paar slides staat, dit ben ik ongeveer van plan. Mm-hmm. Dat stuur je dan naar allemaal mensen toe en dan ga je daar pitchen. Dus dan word je uitgenodigd, wel of niet. En als ze dan zeggen, nou, dit vinden we misschien wel leuk, dan gaan ze zeg maar onderzoeken doen. Mm-hmm. En dan begint het vragenvuur. Dus dan gaan ze even kijken of wat je in de pitch zet ook wel zo is. Dan zei je net, jezelf managen, dat is natuurlijk misschien wel hartstikke makkelijk als het je lukt. Maar nu moet je natuurlijk, als je met mensen in jouw bedrijf gaat investeren, moet je ook jouw eigenaarschap delen met andere mensen. Je hebt weliswaar een meerderheidsbelang gehouden in je eigen bedrijf. Ja. Maar hoe is dat om nu samen met andere mensen de bedrijfsvoering te moeten doen? En ook hun invloed daarin te moeten nemen? Ja, heerlijk. Ja? Ja, dat vind ik heerlijk. Want kijk, ik denk niet dat ik alles het beste weet. Dus ik vind het fijn als ik mensen om me heen heb waarvan ik weet, die hebben succesverhalen. Die hebben het, zeg maar, het spelletje al een paar keer gespeeld. Ja. En die hebben het ook succesvol een paar keer gespeeld. Dus daar kan ik gewoon altijd bij contact als ik vragen heb. Ben jij het enige bijlesbedrijf waar zij in investeren? Ja. In portfolio? En wat voor kennis brengen zij bijvoorbeeld met zich mee waar jij gebruik van kan maken, waar jij nu nog niks... Ja, weet je, kijk, binnen de markt van binnen de bijlesmarkt is het gewoon vrijwel niet mogelijk om daar voor andere partijen meer kennis over te hebben. Want dat is zo specifiek, het onderwijs verandert zo snel, dat is niet te doen. Maar grotere bedrijfskundige vraagstukken, als in van wat gebeurt, personeel aanname, uitbreiding naar het buitenland, fiscaliteiten, wat gebeurt er, hoe hou je gewoon je cultuur gezond op het moment dat je groter wordt. Want kijk, als je met z'n vijf om de tafel zit, dan kan je natuurlijk, hè, dan kijken ze alle vijf aan de hele tijd, dan kan je meer werken en dat hou je onder controle. Maar als je niet meer de tijd hebt om met iedereen de hele tijd te zitten, dan heb je natuurlijk een andere situatie. En die overgang, daar kunnen ze gewoon goed mee helpen. Ja, dat is een beetje moeilijk om nou concreet te zeggen waar ze mee kunnen helpen. Maar het is wel heel handig. Ja, bijvoorbeeld met het personeel. Ik kan me natuurlijk voorstellen dat er veel, als je zegt, veel oudejaarsstudenten werken bij mij. Er zijn veel mensen die bijles geven, maar het zijn oudejaarsstudenten. Die gaan natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon zijn klaar met studeren. Die gaan een andere baan doen. Je hebt een redelijk hoge omloopsnelheid, lijkt mij, van mensen die je dan wel in dienst hebt. Of die dan wel part-time of flex bij jou werken. Ja. Hoe ga je daarmee om toch de club bij elkaar te houden? Nou, dat is eigenlijk nu echt heel makkelijk. Dat werd telkens makkelijker. Omdat we op zoveel verschillende studies zitten, begint het soort van het resourcen van wie is er goed, wie heeft de potentie, begint in jaar 2 van een student. Dan gaan ze vaak voor ons lesgeven of ze gaan bijvoorbeeld dingen organiseren op een studie. En de beste daarvan, die geven meteen promotie en die komen op ons hoofdkantoor. Nou, en als je op 4 studies zit, is het natuurlijk een beetje lastig, maar we zitten op 120 studies, 121. Dus er zijn heel veel mensen die gewoon heel goed zijn, die telkens door kunnen stromen. Meer dan dat we eraan willen nemen. En kunnen nemen. Ja. Dus dat is wel, dat is wel een ding waar we altijd mee bezig zijn, maar dat is voor ons absoluut geen probleem. Ja. Zijn er eigenlijk wel beren op de weg die je voorziet? Want als je het nu zo vertelt, klinkt alsof het heel goed gaat. Zodat eigenlijk de goede ook. Zijn er problemen waar je die voorziet in de toekomst, waarmee je te maken hebt? Uitdagingen in Duitsland bijvoorbeeld, de markt die je wil gaan binnenhalen? Nou ja, kijk, het gaat ook heel goed, dus dat is fijn. Maar Duitsland is gewoon lastig. Wat is daar lastiger aan dan hier in Nederland? Cultuur. Wat maakt het lastig? Ja, ik denk dat alles wat je zelf zou kunnen bedenken van wat maakt het in Duitsland lastiger, dat is gewoon waar gebleken. Dus dat zijn de voorhand liggende dingen? Ja, dus gewoon het makkelijkste, ze zijn heel conservatief. En heel weinig risiconemend. Mm-hmm. En dat maakt het, dat is gewoon een hele andere vorm van met mensen omgaan. Aan de andere kant, omdat ze dus minder risico willen nemen, verwachten wij ook dat mensen zich sneller inschrijven. En dat zien we dus nu ook. Dus het is een andere vorm van met mensen omgaan. En met mensen bedoel je de studenten die bijles bij jou gaan nemen? Waarom zullen zij zich meer inschrijven bij jou, denk je dan? Nou, sowieso het hele stelsel in Duitsland is iets anders. En wat het daar bijvoorbeeld een beetje raar maakt, is ze hebben daar, dat wist ik helemaal niet, maar ze hebben daar dus 2 keer per jaar met tentamenperiodes. Mm. En een tentamen duurt 1 uur tot 1,5 uur.
Dus dan ben je dus 4 maanden aan het studeren. Ja. En dan heb je een tentamen van 1 uur of 1,5 uur. Dat is natuurlijk heel erg, dat is heel lastig natuurlijk. Ja. Want als je daar dan even antwoord 1a niet weet, dan breng je natuurlijk wel, word je wel zenuwachtig. Dus het hangt ook meer vanaf van die tentamens opzichte van Nederlandse studenten. Die natuurlijk in Nederland merken we met 6 periodes vaak op universiteiten. Ja, ja. En ja, Duitsland zei toch iets meer, ik zou niet willen vergelijken met China of zo, maar het is toch iets meer van echt vaak falen. Is toch niet echt helemaal hoe je het daar zou willen zien. Terwijl ging Nederlands niet per se verschrikkelijk dat je in je sociale omgeving wordt uitgecoverd op het moment dat je tentamens niet haalt. Ja, of als je een jaartje van studie verandert of wat dan ook. Nee, daar zit wordt geen taboe vaak alleen op. Maar mooi gevonden, toch? In Duitsland zit er wel een beetje een taboe op. Ja, meer dan hier in ieder geval. Ze zijn gewoon wat netter, meer volgens de regels. Dus we hebben een tentamen, ik leer dit, dan doe ik dat en dan moet ik dat tentamen maken. Ja. Ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat als er veel afhangt inderdaad van die studenten van die ene tentamens, als ze maar 2 keer per jaar tentamens hebben en zijn ook heel kort, dan is het inderdaad een vorm van risicoafdekking eigenlijk om dan zo'n tentamentraining te gaan volgen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat daar misschien in vergelijking met Nederlanders daar nog wel een nog grotere potentie zit dan hier eigenlijk zit. Dat klopt. Dat is ook onze hele case. Ja. Dat betekent niet dat we nu, sinds we in Duitsland zijn gestart, in 1 keer alles 1 groot feest is en we hebben half Duitsland. We pakken het allemaal wel klein aan en we testen het heel goed. Dus het is een soort van een dagelijkse uitdaging, zou ik het willen noemen. We komen iedere dag weer wat dingetjes tegen. Dat we denken, oh ja, hier hebben we even niet over nagedacht. Van, oh ja, zo werkt het zo. Maar het is niet dat we dat nu als negatief ervaren. Nee. Dus dat gaat nu best wel goed, maar op nog een hele kleine schaal. Omdat we willen het eerst echt goed getest hebben en dan kan je heel snel door. En hoe doe je dat? Welke steden zitten bepaalde steden, alleen bepaalde gebieden? Of hoe zit dat? Nou, we beginnen in... Kijk, ik ben zelf bedrijfskundige en ik heb op kantoor, er zijn een paar bedrijfskundigen en econometristen. En wat we dus hebben gedaan is, we hebben een paar steden uitgekozen in Duitsland. Hamburg, Würzburg, München en Berlijn. En daar zijn we begonnen met de studie bedrijfskunde. Betriebswirtschaftslehren, als ik dat daar moet zeggen. En wij noemen dat dan wiskunde 1 en zij noemen dat mathematiek 1. Ja. En dat is gewoon hetzelfde. Ja. En het grappige is, toen ik dus, toen ik 6,5 jaar geleden ben afgestudeerd, en zelfs daarvoor had ik dus accounting, waarvan ik dus zei, dat is het eerste vak wat ik dus gaf. En ik ging dus kijken naar de vakkengids in dus München, en hadden ze dus rechtswissenschaften, rechtswissenschaften is dus de studierechten, maar ze hadden rechtswissenschaften, dat is dus het vak accounting. Ja. En dat is dus hetzelfde boek als wat ik heb gehad toen ooit in de prehistorie, toen ik afstudeerde. Aan de VU. Ja. Nou, dat is natuurlijk lachen, want dat boek ken ik natuurlijk uit mijn hoofd. Ja. Dus op het moment dat we... Het is wel in het Duits, dat is het enige probleem. Maar ik beheers die stof natuurlijk zelf heel goed. Dus we zijn daar begonnen met de vakken die we gewoon zelf al... ik zou willen zeggen 10, 20 jaar, maar 6,5 jaar lang geven. Ja, dus de strategie is ook echt voor jullie. We zoeken vakken en universiteiten en gedeelte van studies op die ook veel overeenkomsten vertonen met de dingen die wij al doen. Natuurlijk ook vanuit efficiëntie, dat je makkelijk dingen kan overzetten. Maar ook omdat je dan een goede testcase hebt om eventueel te kijken of het aanslaat, ja of nee. En zonder dat je daarvoor te veel kosten hoeft te maken in het begin. Ja. Ja. Ja, kijk, een beetje algeheel is ons principe, en dat was ook naar de investeerders toe, ook omdat we op een gegeven moment ook naar meerdere landen willen gaan. Iedere studie heeft van, of je het nou business administration noemt, of bedrijfskunde, of betriebswirtschaftsleren, het is gewoon bedrijfskunde. Daar zitten gewoon vrijwel altijd 400 studenten in een zaal, in een hoorcollege, en die moeten het vak statistiek halen. En dat vinden ze gewoon allemaal moeilijk. En het maakt niet uit waar je woont, dat vinden ze gewoon allemaal moeilijk. En welke taal dat dan is, dat maakt ook niet zoveel uit. Nee. En dat is een beetje waarvan wij uitgaan. En daar alleen zijn de aantallen studenten wat groter. Dus daar hebben we niet 400 eerstejaars, wat ik dus had op de VU, maar daar hebben we opeens 800 eerstejaars. Dat is wel heel groot, ja. Dat is mega groot. Dus toen dacht ik, ja, kijk, je hebt natuurlijk heel veel moeilijkheden met culturele verschillen, de taal. Noem nog maar een hele lijst op van problemen. Maar het blijft wel. Je hebt daar wel van honderden mensen die dat vak moeten halen. En daar komt het bij ons op neer. Ja, snap ik wel dat veel Duitsers dan ervoor kiezen om in Nederland te gaan studeren als ze in de grens wonen. Dat is hier goedkoper, maar ook omdat het is waarschijnlijk... Ja. Wij vinden het hier al heel groot als er 400, 500 studenten in de collegezaal zitten. Maar daar is het eigenlijk nog veel meer. Ja. Ja, spannend. Ja. Nu is het natuurlijk wel zo. Het is natuurlijk ook zo dat jouw bedrijf zelf niet in een vacuüm ontstaat. Maar er zitten bepaalde fenomenen aan de grondslag. En ik denk dat... Er is ook veel te doen over de bijlesindustrie zelf en over de bijlesbedrijven, waarom ze nodig zijn, welke rol ze eigenlijk vervullen. Je vertelde net eigenlijk een klein beetje hè, van wat ik doe als docent, is de dingen gewoon begrijpelijk uitleggen en zorgen dat studenten het ook begrijpen. Yeah. Dus als je het zo vertelt, denk ik, ja, dat zou toch eigenlijk de docent voor de klas al moeten doen?
Waarom moet ik dan ook nog een lesje bij Tom Hekman moeten nemen om daar goed in te worden? Nou, dat is eigenlijk... wat laat universiteiten liggen op dat gebied dan, waar jij dan op inspringt? Nou, niks. Ze laten niks liggen. Maar het probleem is tweedelig eigenlijk. Eén, zij zitten voor een groep met 400 mensen. Mm-hmm. En hoe goed je uitleg ook is, dat zijn er gewoon 400. Dus dat is natuurlijk nooit, het is niet realistisch om iedere student bij de les, de letterlijke les te houden. En het tweede probleem is dat het de eerste keer uitleggen, kun je niet verwachten bij echt moeilijke materie dat iedereen het meteen snapt. Mm-hmm. Dus het zijn gewoon te veel studenten. En sommige materie is gewoon lastig, dus moet je gewoon even nog een keer herhalen of in een andere manier uitleggen. Mm-hmm. Dus wij zeggen niet, zij doen het fout. Dit is gewoon onmogelijk om het zo in één keer perfect te doen. Dus doordat het onderwijs zelf al zo massaal is in Nederland, met die grote aantal studenten in de colleges en het meer het inrichtingsverkeer van het hoorcollege zelf, de aard van dat college, dat leent zich eigenlijk helemaal niet goed voor kennisoverdracht. Nou, dat is wel heel heftig gezegd, maar het komt er wel een beetje op neer. Ik zou niet zeggen, het leent er niet specifiek heel erg goed voor. Ik snap heel goed dat het zo werkt. Ja. Maar het zou fijn zijn als bijvoorbeeld dan dus leraar in kleinere groepjes, wat je dus werkgroepen noemt, nog de materie nog een keer halen op een andere manier. Maar veel vakken hebben dat toch ook? Je hebt toch ook de werkgroepenvormen erbij? En vooral als je vakken noemt zoals statistiek of methode en technieken, allemaal dat een beetje de struikelvakken, wat ik zelf ook ervaren heb, waar veel bijlessen in worden genomen tijdens studietijd. Daar zitten toch ook veel werkvormen in. Daar wordt juist heel veel aandacht besteed aan die werkgroepen. En het meer kleinschalige. Ja, het is meer kleinschalig, maar de werkgroepen worden wel telkens groter ook. Ze worden ook, dus, ook te groot. Ja, dus dan een werkgroep is heel handig als je met z'n 15 zit of 20. Nou, iedereen bij de les, maar het moet niet meer dan 30 worden. Want dat is gewoon niet meer realistisch dan. Ja. En vaak, ik heb natuurlijk ook werkgroepen gevolgd. En ik had niet het idee dat het echt een soort van herhaling was van het hoorcollege. Ja. Terwijl dat heb je gewoon wel soms nodig. Je hebt gewoon soms de informatie even twee keer via een ander perspectief te horen. En dan snap je het. Ja, ja. En dat is, ja, lastig. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, het is niet alleen de manier van onderwijs geven waarom die bijlesbedrijven opkomen en waarom je ziet dat het steeds groter wordt en dat er steeds meer studenten ook daar gebruik van maken. Maar ook dat te maken heeft met de manier van tentamineren. Je noemde het net ook al even. In Duitsland dan even de kleine casus van het is een kleine tentamen, maar het is wel twee keer per jaar. Uur, anderhalf uur. Wat ik zelf veel hier ervaren heb in Nederland is dat het dan multiple choice tentamens zijn die je veel krijgt. Vooral als je als student een gamma wetenschappen studie doet. Dat kan toch niet? Psychologie, bedrijfskunde. Ja, ik weet dat het zo is. Het gebeurt hoor. Heel veel. Ja, toch? Ik weet het. Maar dat lijkt me ook dat juist als je het hebt over die kennisoverdracht van ouderejaars bijvoorbeeld, wat je met die multiple choice tentamens heel goed kan doen, is natuurlijk oude vragen op een andere manier recyclen of iets dergelijks. Dus ook studenten eigenlijk een beetje trainen om gewoon vragen te herkennen en een goede antwoord kan je dan een beetje logischerwijs wel afleiden zonder dat je echt de stof echt kent. Dat lijkt me ook toch wel problematisch. Ja, dat is niet best. Dat vind ik niet best, zoals we in Tilburg zouden zeggen. Je zegt het nu een beetje sardonisch? Nee, maar dat lijkt me voor de hand liggend, ja. Dat ik neem aan dat de personen die regelgeving hebben bedacht, dat ook niet, met tevreden hart hebben gedaan. Dus een multiple choice tentamen zelf is al helemaal niet iets waar je als onderwijzer eigenlijk een manier waar je tevreden bent om te kijken of je studenten wel begrijpen wat je overbrengt. Nee, ik weet het vrijwel zeker. Ze hebben natuurlijk multiple choice gemaakt omdat het geldpotje op was en ze geen tijd hebben om zo lang het nakijken te hebben gedaan. Multiple choice gaat natuurlijk veel sneller. Ik denk niet dat zij zelf het echt een goed idee vonden. Ja. Ik vind dat verschrikkelijk. Ja, dus, ja. Vind ik het gênant. Ja. Want je wil gewoon als universiteit, je doel van de universiteit is je student opleiden dat ze het snappen. En niet dat ze toevallig, omdat ze B hebben, toch het trucje weten dat je C moet vullen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van onderwijs. Dat is eigenlijk ook een onderdeel daarvan. Natuurlijk, het is niet de bedoeling van onderwijs inderdaad, maar een onderdeel daarvan, van wat jullie daarmee ook doen. Het komt eigenlijk voort wat jullie doen uit het feit dat die universiteiten zelf veel multiple choice overstappen. En daarmee is ook een beetje in de hand werken dat studenten zich gaan om zich heen gaan kijken. Kijk, hoe kan ik hier enige manier hulp bij krijgen of wat dan ook? Het is niet echt een gevolg, maar het gebeurt nu wel meer daardoor. Hmm. Want toen ik begon, ik had vast wel ook een paar multiple choice, maar dat was niet de reden. Dat was niet de reden dat onze markt beter werd. Het is ook niet per se dat als het multiple choice... Kijk, als het multiple choice zijn, maakt het ietsje makkelijker voor een student om natuurlijk te leren. Dus je zou bijna zeggen dat de markt voor bijles dan ietsje minder zou worden, omdat het makkelijker is om een tentamen te halen. Hmm. Dus het werkt tegen de bijlesmarkt, maar ook een soort van tegen het idee wat de Unie zelf wil uitdragen.
Wat is dat idee wat de Unie zelf wil uitdragen daarover? Nou, het idee wat de Unie wil uitdragen is dat natuurlijk studenten leren. Hè, dat ze de stof onder de knie hebben. Ja. Maar dat gaat er ook natuurlijk een beetje er tegenin. Ja, dat idee van multiple choice tentamens zelf. Ja, dat hoeft natuurlijk niet per definitie zo te zijn. Ja. Maar als je iemand een verhaaltje laat schrijven, dan kom je natuurlijk veel meer achter wat iemand echt weet dan als hij B of C goed weet te beantwoorden, omdat de zin langer is en waarschijnlijk dat dus het goede antwoord is. Ja. Dus heb je natuurlijk onderwijs natuurlijk ook gehad. Er zit natuurlijk ook een stuk in, denk ik. Wat bijvoorbeeld door Louise Elvers is besproken in haar boek De Bijlesgeneratie. Heb je misschien wel niet gelezen, het maakt niet uit. Maar zij beschrijft er in de ontwikkeling dat een diploma ook voor een heel groot gedeelte een soort werkbrevet is geworden voor veel studenten. En dat het hebben van alleen een diploma niet alleen genoeg is. Je moet ook een goede cijferlijst hebben. Als je bij McKinsey of waar dan ook wil werken of je wil bij de overheid een vraag, vragen ze. Stuur ook even een cijferlijst mee vanuit de middelbare school en je universiteit. Ja. En wat ik zelf wel ervaren heb in die bijlessen zelf, is dat je ook merkt dat er veel studenten zitten die eigenlijk gewoon best wel goed zijn. Ja. Gewoon al een 7 zeg maar, zouden kunnen halen met de kennis die ze hebben, maar die zeggen ja, ik wil een 9. Dus is dat ook iets waar jullie, merk je dat zelf ook, dat er gewoon studenten bij zitten die echt heel gefocust zijn op het halen van een heel hoog cijfer en daarom juist dat bijles nemen, omdat ze niet, juist op een manier om zich te kunnen onderscheiden van elkaar? Ja, ja? Gewoon volmondig, ja. Ja. Dat zien dus dan we, dat weten we. En zijn dat veel studenten die dat doen, of zijn er toch meer? Nee, dat zijn er niet veel, maar het is wel een groepje. Nou, ik was er zelf een van. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de ambitieuze studenten, zou je kunnen zeggen. Die heel erg competitieve studenten die het ook gebruiken, dat vak. En het cijfer wat ze halen om, als een manier om zich te onderscheiden. Daar heel bewust ook mee bezig zijn op die manier. Ja, zeker. Het zijn natuurlijk niet twee groepen, maar als je het even grootschalig wil zien. Het is de groep die gewoon hoopt het vak te halen. Ja. En met onze hulp het even gewoon beter te kunnen begrijpen. Mm-hmm. En je hebt de groep dat denkt, ik ga nu een 7 halen of een 8. Maar het is wel fijn natuurlijk om met iemand te sparren erover die zelf een 9 of een 10 heeft gehaald. Ja. Dus de ambitieuze student, zeker nu zeg maar de gemiddeldes wat hoger moeten zijn om toegelaten worden tot masters, of hè, wat je zegt, dat cijferlijsten belangrijker worden, zien wij ook, het is niet dat ik daar specifieke data van heb, maar ik kan me goed voorstellen dat er nu veel meer studenten zijn die de hogere cijfers ook moeten halen. Ja, en dat juist door die hogere cijfers, dat daardoor ook de druk misschien ook wat opgevoerd wordt op studenten. Toch? De prestatiedruk, daar wordt ook al veel over gesproken. Dat er veel een hoge druk zou liggen op studenten om te moeten presteren. Ja. Het feit al dat we het hebben over massale colleges, grote studies, waar veel studenten zich voor aanmelden. Ja. Waarvoor studenten toch al allerlei manieren zich proberen te onderscheiden. Ja. Kan denk ik ook op basis van bestuursschappen die ze doen ergens bij studieclubs of studieverenigingen. Maar natuurlijk ook in cijfers en dergelijke. Ja. Is er dan niet een... Draag jij dan ook niet bij met jouw bedrijf in zekere zin aan het opvoeren van die prestatiedruk aan studenten? Dat jij natuurlijk ook wel het belang van een goed cijfer natuurlijk onder de aandacht brengt bij studenten. Nee, we zijn toch de remedie daarvan dan juist? Je bent de remedie van de prestatiedruk. Ja, want als er heel veel prestatiedruk is, of in ieder geval stress is van ik moet hoog halen, dan, ik zou niet helemaal zeggen van wij zijn het baken, maar dan zijn wij er om te zorgen dat je in ieder geval een soort van stress relief hebt, omdat wij gewoon een dienst bieden, dat je dat kan tuurlijk, ook kan krijgen. Nee, dat begrijp ik, maar het is natuurlijk wel zo dat dat kost natuurlijk wel geld. Het is niet, geen caritatieve instelling. Je moet wel gewoon daarvoor flink wat neerleggen om bijles te kunnen volgen. Dat zullen sommige studenten eerder kunnen doen dan andere studenten. Krijg je daar niet een soort tweedeling? Dat die studenten die al ambitieus zijn, die misschien als een soort investering zien, dat je... Dat die ook dus die hogere cijfers kunnen halen, maar daardoor ook een stukje voor krijgen op andere mensen, puur omdat ze dat geld hebben om het uit te kunnen geven aan die bijlessen. Denk je niet dat daar enigszins een relatie in zit? Nee, die vind ik vrij ver gezocht. Je denkt niet dat er een tweedeling ontstaat tussen studenten als enige studenten meer gebruik kunnen maken van die bijlessen en daar de hogere cijfers kunnen halen dan andere studenten? Is dat niet? Nee, ik zie dat zie ik eigenlijk niet zo. Ja, er zullen vast voorbeelden zijn waar het wel zo is. Ik zal niet zeggen dat het zeg maar per se heel goedkoop is, want iedereen mag het natuurlijk zelf bepalen. Mm. Maar onze tentamentrainingen zijn zo'n 8 euro per uur. Dat is gewoon niet echt heel hoog. Dat mondt wel uit tot een nominaal bedrag van bijvoorbeeld 80 euro, wat natuurlijk wel veel geld is als 80 euro zijnde. Maar als je echt wilt, als je echt die ambitieuze student wil zijn, dan denk ik wel dat het mogelijk is om dat, ook al kom je niet uit een welvarend gezin of iets in de richting, dan is dat wel mogelijk om daar alsnog voor te gaan. Want het is niet dat wij zeggen, je moet iedere week 200 euro betalen, anders kan je niet bijgaan. Dus natuurlijk zijn er families die het gewoon echt helemaal niet kunnen betalen. Mm-hmm. Maar het valt wel mee, want het zijn cursussen van 80 euro waar je naartoe kan gaan op het moment dat je een keer een vak echt een heel hoog cijfer voor wilt halen.
Ja. Dus ik denk dat dat op zich wel meevalt. En merk je ook dat studenten die van jouw diensten gebruik maken dat sporadisch doen? Dat het echt om struikelvakken gaat? Of zijn er studenten die het systematisch doen? Ja. Bijvoorbeeld zo'n ambitieuze student dat die echt vaak ook terugkomt. Zegt ik wil gewoon die 9 halen en daardoor neem ik alles wat ik kan aangrijpen. Nee, het zijn vaak wel gewoon de struikelvakken. Het is sporadisch dan voor studenten? Ja, natuurlijk. Er is ook een groepje wat zich gewoon voor alles inschrijft. En die dan toevallig wel de liquide middenleven meegekregen vanuit de familie. Mm. Maar ik denk ook dat het andersom is. Hè? Kijk, op het moment dat bijvoorbeeld de ouders zeggen van wij sponsoren alles. Wat soms gebeurt, dat we zien dat iedereen terugkomt. Dan kan ik je verzekeren, dat zijn niet de mensen die de 9 gemiddeld staan. Hoor. Dat zijn vaak echt wel de studenten die het vak willen halen. Ik zou niet zeggen, het is een omgekeerde correlatie, zeg maar. Ja, ja. Maar ik zou hem zeker niet wel hetzelfde sparen. Ja, ja. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Nou, dan is het natuurlijk wel zo dat... ik denk, voor een paar jaar geleden was de bijlesindustrie, zoals die nu dan genoemd wordt door sommige mensen, nog heel erg onder de radar. Ik denk, als je studeerde, wist je dat het bestond. En kwam je aanraken met reclame en dergelijke, maar daarbuiten was het nog bijna. Inmiddels is het wel een fenomeen wat door meerdere mensen wordt erkend. Ook door Louise Elvers wordt beschreven in haar boek zelfs. En ook het ministerie van Onderwijs neemt het ook mee naar rapporten, de onderwijsbonden ook zelf. Word jij wel eens gevraagd, of door de VU, of door een bestuurder, of al, om eens mee te denken over... als een van de grotere bijlesbedrijven, op hoe dat nou, wat de rol precies is die jullie vervullen in het hele onderwijsspectrum? Nee, nooit. Dat vind ik best jammer. Ja. Ik heb best wel dat vaak... Dat is wel jammer. Dat is wel raar, toch? Dat jullie niet worden meegenomen, terwijl je wel daar toch een wezenlijk onderdeel daarin speelt op dit moment. En het ook blijkbaar groter gaat worden. Dus het wordt ook in de toekomst, ziet het er naar uit dat steeds meer mensen daar gebruik van zullen kunnen gaan maken. Ja, ik denk alsnog wel de markt. Ik praat nu wel over mijn markt als de universitaire markt. Dus op de middelbare scholen weet ik geen kennis van. Ik weet niet hoe het daar zit. Maar de markt wat een bijles volgt is gewoon alsnog heel klein. Als je het kijkt over hoeveel studenten zijn er, hoeveel volgen een bijles, is gewoon wel heel klein. Ik denk dat de universiteit sowieso in die zin ons niet specifiek soort van... niet ons echt serieus neemt, omdat ze denken, zij zijn toch maar heel klein. Het zal wel niet zoveel voorstellen. En op zich moet ik ze ook daar wel gelijk in geven, als je kijkt hoe een kleine groep eigenlijk maar een tentamentraining volgt. Maar ik blijf het wel jammer vinden. En ik heb ook proactief, best wel vaak zelfs, met alle universiteiten, proberen toenadering te zoeken met een college van bestuur of met een opleidingsdirecteur. Van kunnen we niet een keer om de tafel? Ja, en wat zou je dan met ze willen bespreken? Wat zou je dan willen aankaarten? Of wat heb je geprobeerd om aan te kaarten met ze? Nou, ik ben zelf, toen ik ben begonnen bijvoorbeeld, en dat heb ik wel later vaker aangehaald, is gewoon met de docenten praten van het vak. Van, nou, u heeft dit college gegeven. Ik ben van plan dit in mijn bijles te bespreken. Ah, wat vindt u ervan? Hè? Want ik neem aan dat als je als, zeg maar, enthousiaste professional over je vak praat, dat je dat dan gewoon leuk vindt om even... elkaar een beetje te helpen van hoe ga jij het uitleggen. En aan de andere kant, dat wij natuurlijk ook merken wat de echte problemen zijn. Dus een hoogleraar legt het uit, maar weet eigenlijk helemaal niet in hoeverre dat wel of niet wordt opgepakt door de studenten. En wij weten het echte antwoord, omdat ze bij ons komen van ik snapte dit en dit en dit niet, dit en dit wel. Ja. Dus als je dat wil bespreken, snap ik ook wel dat de universiteit iets heeft van ja, misschien is het beter om er dan maar zo min mogelijk mee te maken te hebben. Want dan is eigenlijk ook een soort ondermijning van ons ideaal, wat je net ook over had, wat wij willen uitstralen, namelijk het idee natuurlijk dat we gewoon goed onderwijs geven. Ja. De universiteit wil natuurlijk, gaat natuurlijk niet zelf denk ik erkennen dat zal de noodzaak misschien van bijlessen zelf niet expliciet gaan benadrukken. Van ja, we geven zulke beperkt onderwijs en door de financiering van ons systeem moeten we multiple choice tentamens en et cetera. Daardoor is het ook nodig, laten we het incorporeren op een of andere manier. Het is niet altijd een beetje een soort vreemd element beschouwen of als een... Dat denk ik wel. En ik ben het op zich ook wel mee eens wat ze zeggen. Maar ik ben het er niet mee eens dat ze dan vervolgens... Dat wij dan aangeven, wij hebben informatie. Die willen we graag met jullie delen om het over te hebben. Ja. Dan zeggen we niet, jullie hoeven ons te accepteren of in de hoorcollege voor te stellen of in jullie krantjes te zetten. Ik heb gewoon gezegd, ik wil gewoon even met jullie zitten. Gewoon over wat onze ervaringen zijn. Denk je dat de universiteit zelf... eigenlijk al wel weten dat dit, en het ook een beetje ook wel begrijpen waarom dit ontstaat zo, waarom de bijlesbedrijven steeds groter zijn geworden en studenten ook scriptiehulp vragen en dergelijke. Ja, ik denk wel eigenlijk dat ze dat begrijpen. Ja. Maar dat is meer gokken, wat ik dan nu doe. Maar ik kijk, de personen die hebben besloten van we gaan van een open vragen, gaan we naar multiple choice, net zoals ik al eerder zei. Ik kan mij niet voorstellen dat die dat hebben bedacht van dit is didactisch slimmer om te doen. Ja. Kan me niet voorstellen.
Dus ik denk ook dat zij dan denken, als zij een visie over de bijlesmarkt hebben, van ik snap het op zich wel, dat het meer wordt. Ja. Wat op zich een soort van zonde is. Nou, dat is natuurlijk interessant, want het blijft vaak, als je hoort de verhalen over bijlessen en over hoe mensen steeds meer gebruik maken van alternatieve onderwijsmethodes, dan hoor je vaak een heel stevig geluid vanuit de critici. Die zeggen, ja, dat zou bestaan, dat is eigenlijk ongelooflijk. Het onderwijs, dat moet toch van zichzelf wel goed zijn. Dat dit is een teken aan de band. Maar vanuit de hoek van de bestuurders hoor je eigenlijk heel weinig daarover. Ja. Dus het zou eigenlijk misschien begrijpen zij ook wel dat dit ook wel ontstaat, juist vanwege de keuze die ze zelf maken natuurlijk op dat gebied. Tenminste, ervaar ik het zelf, heb ik zelf ook wel een beetje ervaren op de universiteit. Nee, maar wij hebben op de VU gezeten. Dus op andere universiteiten werkt het soms anders. Er is ook bijvoorbeeld een bijlesbedrijf, wat wij zo goed als over hebben genomen, niet in de letterlijke zin. Maar die bestaan al sinds 1994. Die waren altijd heel groot, totdat wij kwamen. Nu bestaan ze bijna niet meer. Maar sinds 1994 zijn die best heel groot. Dus het is niet dat sinds wij zijn gekomen, opeens iedereen bijlessen beginnen te volgen. Ja. Ze zijn geswitcht van hen naar ons. Of we hebben best wel een markt aangeboord. Maar dit is niet iets wat nieuw, echt nieuw is. En is er ook iets anders aan de manier waarop zij zich op de universiteit verhouden dan jullie bijvoorbeeld tot de VU, waar jullie natuurlijk begonnen zijn, zich verhouden? Ja, zij deden dat heel extern. Okay. Dus als je in de studentenpopulatie leeft en zo, dan krijg je natuurlijk alles mee. Ja. Maar als je niet de hoogleraar bent, maar iemand management, dan weet je natuurlijk helemaal niet waar de studenten nog meer naartoe gaan. Ja. Dus ik denk dat er een soort van, voor hun een soort van blindside is, van iedereen kan bijles volgen of niemand en zij hebben geen idee. Ik denk dat gewoon heel lastig is voor die mensen om erachter te komen van wat gebeurt daar nou precies. Ja. Dus ik denk dat omdat het een soort van vaag is, ze weten niet hoe groot het is en het is een beetje een soort van, ja, vreemde eend, om maar zo te zeggen. Dat ze het maar een soort van negeren. Ja, prima is. Kijk, ik denk dat als het echt heel groot is en enorm impact heeft, dan komen ze daar vanzelf wel achter. Ja, maar dan is het eigenlijk misschien al te laat. Ja, zou je kunnen zeggen. Maar ik weet niet wat dan te laat is. Want kijk, nieuwe eerstejaars, ieder jaar, die zijn natuurlijk helemaal, die zijn weer helemaal vers. Die zijn niet gewend om een tentamentraining te volgen. Nee, maar goed, oké. Als je natuurlijk zegt, er zijn natuurlijk een aantal fenomenen die erbij hebben aangedragen dat mensen bijles gaan nemen. Bijvoorbeeld de manier van tentamineren. Dat er keuzes worden gemaakt op managementniveau over hoe de didactiek in elkaar zit, hoe een vak op wordt gezet, de inhoud van curriculums en dergelijke. Ja. Dan zit, en in het verlengde daarvan, niet een direct gevolg, maar in het verlengde daarvan zie je dan ook ontwikkelingen van in termen van dat studenten bijlessen gaan nemen om dat recht te trekken. Ja. Dan kan je natuurlijk wel zeggen dat op het moment dat de universiteit het gaat erkennen, te laat, dan hebben ze ook meer van die keuzes gemaakt die dus hebben bijgedragen aan die verslechterde didactiek. Toch? Dat is een beetje de strekking van dit verhaal dan eigenlijk. Dus ik bedoel, daarom vraag ik ook dat ze jullie niet meenemen, is dan in zekere zin vreemd. Omdat als ze dat negeren, dan blijft het negeren tot het eigenlijk te laat is. Tot jullie heel groot zijn geworden en zoveel studenten bijles nemen, wat natuurlijk voor jou heel goed zou zijn. Maar wat misschien ook heel cru is, dat de universiteit het zo lang laat gebeuren, als het ware. Ja, maar ik denk ook dat ze er voor de rest niet zoveel aan kunnen doen, zeg maar. Dus zij zijn nu met de situatie dat ze gewoon niet meer resources krijgen of hebben om in te zetten. Ja. Dus ze kunnen er gewoon letterlijk niet meer aan doen dan ze nu doen. Ja. Dus ik denk dat zij, kijk, op het moment dat zij meer geld zouden krijgen vanuit de overheid, om even zo te zeggen, en niet meer multiple choices en wel de vragen of ze krijgen meer werkgroepen, dat zou in die zin een soort van een oplossing zijn. Maar dat is niet een oplossing dat de bijles niet meer. Dat is alleen een select groepje wat toevallig door iets minder werkgroep maar het gaan zoeken in een bijles. Ja, precies. Want toen ik studeerde, jaren geleden, toen had ik nog niet last van dat er bezuinigingen waren. Dus ik had goede hoorcolleges en ik had een goede werkgroep en er gebeurde allemaal dingen. Maar ik had alsnog heel veel mensen die alsnog de bijles wilden. Terwijl beter dan dat kon de Unie bijna niet doen. Dus dit is een markt die sowieso altijd kan bestaan. Ja. En het is een kleine differentiatie misschien in de grootte ervan. Nee, tuurlijk. Dat is ook zo. Is het heel erg wezenlijk veranderd sinds jij bent afgestudeerd dat er nu dat echt achteruit is gegaan? Is dat nu eigenlijk wat je zegt? Dat je dat merkt? Dat het toen eigenlijk al wel goed was, maar dat nu door de resources achteruit gaan en meer studenten die gaan studeren, ook over buitenlandse studenten natuurlijk, wat nu heel erg veel in belangstelling staat. Ja. Dat daardoor nog meer van dat soort keuzes worden gemaakt? Ja. Ja. Ik weet, qua significant, het is altijd de vraag, hoe ver is dat verschil? Dat vind ik lastig. Qua significant is het moeilijk om te zeggen. Het is sowieso veranderd, als in, ik had geen multiple choice en ik had gewoon werkgroepen met 20 mensen en niet met 40. Ja.
Maar hoe groot dat verschil is, dat is moeilijk voor mij om in te schatten. Omdat ik natuurlijk zelf niet studeer. Nee, er zijn natuurlijk wel, het is een rapport nu bijvoorbeeld laatst verschenen, Wissels Om heet dat, waarbij over de financiering van het hoger onderwijs. En natuurlijk een derde van de studenten gaat eigenlijk naar het hoger onderwijs in Nederland toe. Ja. En waarbij het idee van het rapport is dat er steeds meer geld eigenlijk moet naar de beta aan de technische wetenschappen. Vanwege aansluiting op de arbeidsmarkt en tekorten en dat soort ja. Tendensen en dergelijke. Maar er wordt ook de geld onttrokken bij andere studies. En we hadden het natuurlijk net al even over dat die bijlessen, gek genoeg, zijn er, als ik ook kijk op jullie site, zijn er heel weinig bijlessen in bijvoorbeeld de kleine studies, tandheelkunde, maar ook beta-studies en dergelijke, ja. Die toch alweer wat groter zijn, wiskunde en natuurkunde. En dat bepaalde studies, de gamma-studies, dus statistiek voor psychologie of voor bedrijfskunde of economie, dat die zich juist heel erg goed lenen voor die bijlessen. Als we het dan ook hebben over die verschillende didactiek, zie je dan echt dat het probleem zich misschien niet alleen op universitair niveau afspeelt dan die didactiek, maar juist heel erg in de gamma-wetenschappen. Die beta-wetenschappen, op zich zit de didactiek er wel goed, er wordt weinig gebruik gemaakt van bijlessen, maar in de gamma-wetenschappen veel gebruik gemaakt van bijlessen. Er zijn ook veel massale colleges, multiple-choice tentamens, dat het probleem zich juist daar heel erg veel in, dat zich daar heel erg specifiek op focust. Nou, de reden ook waarom bijvoorbeeld een wiskunde natuurkunde in verhouding minder gebruik maakt van de bijlessen, is omdat het is voor ons oninteressante markt, omdat er minder dan 150 eerstejaars zijn. En dat is voor ons de beweegreden. Dus het lijkt nu dat de reden waarom wij dat niet doen, is omdat hoe die studie in elkaar zit. Mm-hmm. Maar dat is het niet, denk ik. Oh, okay. Het maakt niet uit welke studie het is. Ja. Het werkt overal. Ja. Zolang er maar genoeg eerstejaars zijn. Ja, en natuurlijk. De kleinere tandheelkunde en natuurkunde zijn gewoon over het algemeen kleiner. Want we zien bijvoorbeeld... Dus het is echt een soort... het is gewoon een praktische afweging van hoeveel studenten zijn er en hoeveel verwachten wij die de bijles gaan volgen. Dat zijn er te weinig, dan is het niet interessant, want dan is het niet kostendekkend of iets dergelijks. Ja, en iedere studie met genoeg eerstejaars loopt bij ons. Allemaal. Met dan dus die 150 plus eerstejaars. En dan maakt het niet uit welke studie je het over hebt. Nou, ja. Dus in die zin zie ik dat verschil niet echt. En zijn dat dan ook, natuurlijk, ik kan me voorstellen dat het te maken heeft met studenten die, vooral eerstejaarsstudenten, die te maken hebben met bepaalde eisen die natuurlijk nu veel strenger zijn. Wat ik zelf heb gemerkt in het eerste jaar, dat je bepaalde vakken moet halen of zoveel punten moet halen of bepaalde struikelvakken moet je verplicht halen. Wat bij mij toen ik ging studeren ook nog helemaal niet het geval was. Het was veel meer, veel relaxter wat dat betreft. Ja. Nu is het, dat zet ze natuurlijk ook wel aan, vooral eerstejaarsstudenten, om echt die eerste stap in ieder geval te halen. Van ik moet die vak gewoon halen, want dat moet, anders kan ik mijn studie niet voortzetten. Ja. Dat draagt natuurlijk misschien ook wel aan bij. Ja, toen wij studeerden, toen ging ik... Ik was heel oud. Ja. Toen konden we is volgens ook mij... Is maar daar 8 jaar geleden. Wij konden nog met 30 punten heerlijk naar het tweede jaar, joh. Ja, dat is ook zo. Ja. Terwijl nu is dat 45 tot 60. Ja. Dat is gewoon, dat is natuurlijk de studiedruk. Ja. En hogere studiedruk is natuurlijk een soort van per definitie voor ons een fijne markt. Ja. Dus wij kijken naar hoogste studiedruk zeker. Dus dat is natuurlijk een enorme punt waarom het beter gaat. Ja, snap ik. Goed, Tom. Dankjewel. Bedankt voor je gesprek. En bedankt voor het inkijkje in hoe het bij jou aan toe gaat. Geen probleem. Vond het leuk. Dankjewel. Bedankt.